Welkom bij TEDx, welkom in de tempel van de klassieke muziek, concertgebouwen in Amsterdam. Ik ga praten met een econoom, met een juriste, met een publiciste. Wat is ze wel niet? Helene Mees, welkom. Toen ik voor het eerst naar China ging in 1979, toen rook dat land naar azijn. Alles was geschropt, alles was clean en de mensen die liepen in grijs en in groen en in blauw. Deinende, golvende massa's waren het. Je kon geen individu onderscheiden. Hoe zag jouw China eruit toen je er voor de eerste keer kwam en hoe rook het? China zag er heel erg, de aankomst al bij op het vliegveld. Het is een hypermodern vliegveld. Met name in New York kunnen ze daar heel veel van leren. Ze zien heel veel terminals er erg aftans uit. En in China was het helemaal perfect geregeld, zeg maar. Het was ook heel erg leeg nog toen ik 4 jaar geleden voor het eerst naar China ging. Dus alles ging heel snel en heel soepel. Het was heel makkelijk om een taxi te krijgen. Ik zat echt in een fantastisch hotel, waarvan nog steeds mensen zeggen dat zij toch niet denken dat dat in China mogelijk is. Ja. En ik denk dat dat gewoon een hele, zeg maar, een beetje stereotype gedachte is hier in het Westen. Van, nou ja, je denkt dat het in China niet mogelijk is en dat gebeurt er allemaal al. Dus China heeft zo'n enorme spurt doorgemaakt sinds jij er bent geweest en nu ik er mijn onderzoek ben gaan doen. En hoe rook het? Nou ja, ik dacht eerst van nee, het licht is zo mooi zacht van kleur hier, maar het was vooral vervuiling. Ja, ja. En dat is echt wel, dat begint een heel groot probleem te worden. Ja. Dus het rook niet, maar het stonk? Het stonk en je krijgt ook echt het heel slecht op je longen. Je begint enorm van te hoesten. Ja. En eigenlijk afgelopen winter was het op zijn allerergste. En het was echt een reden voor mij om niet naar China te gaan. Want dan zitten er meer dan 800 deeltjes in de lucht, terwijl de veiligheidsnorm is iets van 110 of iets dergelijks. Wow. En dat is heel ernstig. Wat heeft dat land in essentie met jou gedaan? Het heeft mijn wereld heel erg vergroot. Het heeft me enorme liefde voor China en wat er gebeurt. Dat had ik daarvoor eigenlijk niet heel erg voor mogelijk gehouden. Want als westerling kijk je toch een beetje naar China. Hè? Dan van Japan kun je nog een idee hebben dat het wel een elegant land is. En dan over China, nou, dat kennen we toch meestal van de Chinese restaurants hier. Maar wat zo fascinerend aan China is, en vooral ook, ja, ik hou erg van Beijing, dat is echt mijn favoriete stad, is dat als je er een paar maanden niet bent geweest, dan is het alweer helemaal anders. Hè, vergeleken bij Beijing is New York een beetje saai. En eigenlijk de hele chagrijnige sfeer hier in het Westen, die heeft er veel mee te maken dat we ons eigenlijk wel realiseren dat de koek kleiner aan het worden is. Ja. En het is gewoon heel erg leuk om... Je zegt ongearticuleerd, ongeclausuleerd zou ik moeten zeggen, ik hou van China. Hè. Ik had zelf op den duur last van dat het eigenlijk rauwer kapitalisme was dan je ooit in het Westen hebt gezien. De inkomensverschillen zijn zo gigantisch en het is zo ieder voor zich God voor ons allen en God bestaat niet eens. Dat ik me wel eens afvroeg van kan het harder? Heb jij daar geen last van als je daar rondloopt? Nou ja, ik vind het vooral heel fascinerend om te zien. Dus het laat zich allemaal... ik begon ook met een heel echt een vijandbeeld van China, begon ik mijn onderzoek. Hè. Ik had daarvoor veel columns over China geschreven, de opkomst van China voor NRC Handelsblad, zonder dat ik er was geweest. Daarmee zijn die columns wel heel erg legitiem. Maar wel met het idee van China is een bedreiging, China gaat dit doen, gaat dat doen. Studiekamer China. Denk ik dat ik door mijn onderzoek heb geleerd dat de dingen die in China gebeuren, gebeuren niet met opzet, maar zijn eigenlijk een logisch gevolg van de ontwikkeling die China doormaakt en het feit dat het een heel groot land is. Als een land als Maleisië op deze manier wordt toegevoegd, de sprong voorwaarts maakt, dan merken we in het Westen er helemaal niets van. Dat is niet eens een rimpeling. En bovendien, dat is dan eigenlijk maar zo'n klein... de bevolking is zo klein dat daar niet hele grote verschillen, daar waar niet heel lang mensen die het kapitaal in handen hebben, zeg maar de kapitalisten, gebruik kunnen maken van het bijna gratis, hè, van het heel goedkope arbeid en daar heel rijk van kunnen worden. Ja. Dus het is verontrustend, het is ook heel lastig om op te lossen, want er zijn heel veel vested interests. Er is natuurlijk ook corruptie, maar ik denk dat een heleboel van de inkomensongelijkheid in China gewoon veroorzaakt is dat er een paar mensen zijn geweest die gewoon als eerste de vrucht hebben geplukt, die al het laaghangende fruit, er was nog niks. Dus alles wat je deed werd winstgevend en je kon altijd profiteren van goedkope arbeid. Ja. Dus dat maakt me wel wat milder tegen het systeem. Ik heb nog nooit een westerse zakenman ontmoet die de stelling durfde te verdedigen dat hij meer aan een deal met Chinezen had verdiend dan de Chinezen. Ze zeggen, ik heb er goed aan verdiend, maar zij zijn slimmer,
mercantieler, geduldiger enzovoort enzovoort. Heb jij wel eens zo'n westerling ontmoet die meer had verdiend dan de Chinezen? De eigenaar van Foxconn is een Hongkong-Chinees. Dus dat is een beetje een halve westerling. Van altijd mensen Hongkong, dat vind ik niet helemaal naar China vast te land. Hij heeft zo goed verdiend dat mensen in zijn fabriek zelfmoord plegen omdat ze de werktijden te zwaar vinden. En... Bij, moet je kijken bij Frans Telecom. Kijk, dat is nou wel, dit is wel een hele goede iets. Het is niet helemaal een broodje-aap verhaal, maar het is wel iets wat heel erg wordt uitgelicht. Kijk, als je een land met 1,3 miljard inwoners hebt, dan is het heel makkelijk om anekdotes te vinden om aan te tonen dat het slecht gaat. Ja. Snap je? Dat is typische niet, hè? Journalistenstreek. En in Luxemburg is dat nog best wel moeilijk, want er gebeurt nooit wat, woont bijna niemand. Maar in een land van 1,3 miljard mensen gebeurt er altijd wel iets waar je aan... Hè, dat als bewijs kan dienen dat China gedoemd is. En dat vind ik wel een hele verkeerde manier van denken. Ik denk dat de Chinezen ook het voordeel hebben van het feit dat iedereen zo graag zaken wil doen met China. They can hold out. Ze kunnen heel lang wachten voordat ze iets accepteren. Ja. Iedereen wil ze hebben. Dus ze kunnen hun eigen voorwaarden stellen. Nee, het machtsevenwicht is niet gelijk. Dus ik denk inderdaad dat Chinezen doorgaans met de beste deal. En ook dat ze misschien wel de natuur ervoor hebben om het te doen. Ja. Als je nou in twee zinnen zou moeten zeggen wat je het TEDx-publiek hebt voorgehouden, hoe zou je dat dan doen? Focus je niet te veel op Wall Street als je wil kijken wat de financiële crisis heeft veroorzaakt. En als je wil zorgen dat het Westen toch heel welvarend blijft en niet een enorme terugval zal meemaken in de toekomst, ja, dan moeten we allemaal onze razende best doen om vreselijk slim te zijn en echt vooraan te zijn met innovatie, nieuwe dingen bedenken. En dan kunnen we leren van de Chinezen. We kunnen leren van de Chinezen. Ja. En wat wil je nou verder exploreren? Ik bedoel, dit weet je dus, dit vertel je aan een groot publiek. En hoe zou je verder willen? Waar ga je vragen naar uit? Nou ja, dat is wel een beetje... Ik heb natuurlijk heel lang als columnist gewerkt. Ik vind de wetenschap heel erg leuk, dat ik heel erg omhelst. Dus ik heb wel hele interessante onderzoeken die nu eigenlijk in het vervolg liggen. Daar ben ik mee bezig van mijn proefschrift. Dus in mijn proefschrift laat ik echt zien... dat het feit dat Chinese sparen hele natuurlijke oorzaak heeft en geen opzet is. Het feit dus dat ze hele renteverlaging hebben veroorzaakt in het Westen... en huizenbubbels en economische crisis, dat is ook geen opzet geweest. Het is gebeurd. Het zit hem in de natuur dat China zo'n groot land is. En de fase van ontwikkeling waar ze in zitten... Maar wat ik nu wel heel graag wil laten zien is dat huizenbubbels... Je hebt nu een hele interessante discussie tussen economen in het Westen. Van nou moet de overheid meer gaan uitgeven om de economie er weer op te helpen. Of moeten we juist gaan bezuinigen? En de discussie met name door Paul Krugman. Die zegt altijd van moeten we meer uitgeven. Want we zitten toch met hele lage rente. Die rente gaat niet omhoog als de overheid meer geld leent. En het volgende onderzoek waar ik nu mee bezig ben, laat zien dat het transmissiemechanisme, heel erg economenterm, het probleem zit hem niet in de rente, het probleem zit hem in de loonkosten. Dus als bijvoorbeeld Spanje, als je nou voor Spanje het recept zou geven, wat Paul Krugman misschien wat liefst zou doen, van Spanje moet nog veel meer schulden maken en dan komt... Spendeer maar, jakker die economie maar op. Ja. En dat dus dan zelfs als de rente, nou Spanje heeft niet eens last van lage rente, maar het probleem is dan dat de loonkosten in Spanje heel hoog blijven, want de overheid zal met name... mensen in de non-tradable sector, niet verhandelbare sectors, in dienst zetten. Dat houdt de lonen heel erg hoog. En dat betekent dat Spanje zijn concurrentiepositie niet kan herstellen. Okay. Dus je hebt die bezuinigingen nodig om concurrentiepositie te herstellen. Kun jij dan aan het eind nog even een andere ingewikkelde kwestie voor me oplossen? Ik vroeg aan Robert Dijkgraaf, eminente wetenschapper, een tijdje terug. Moet je nou stimuleren of juist bezuinigen om die economie weer op orde te krijgen? U bent de man van de cijfertjes, wiskundige, leg het me uit. Toen zei hij, Frank, vergeet het. De vraag beantwoorden of je moet stimuleren of juist moet bezuinigen is moeilijker dan de vraag beantwoorden wat er was voor de oerknal. Kun jij het wel beantwoorden? Ja, ik kan het wel beantwoorden. Dan Robert Dijkgraaf. Zeker, maar hij is geen econoom. Dus, en dit is ook echt wel helemaal mijn favoriete onderwerp. In een notendop, hè? In een notendop. Het is wel een beetje een analyse per land. Spanje die heeft echt een enorme bouwhoos gehad. Veel te veel gebouwd, veel te hoog uit de overheidsuitgaven. Die moeten gewoon bezuinigen. Dat is de enige oplossing. Okay. Cold turkey. Kijk je naar een land als de Verenigde Staten... Waar eigenlijk, dus de infrastructuur in New York hangt van garen en plakband aan elkaar. Ik
zou zeggen, daar in een land als dat, waar eigenlijk sprake is van veel te weinig om de investering, daar zou de overheid zich nog wel kunnen veroorloven wat meer in de schulden te steken en dus, zorgen dat de werkgelegenheid... In goed Nederlands, la vérité et dans la situation, zoals Sartre zei, de waarheid is in de situatie. Zeker. Dankjewel. Heel graag gedaan.